zeg je Loppie? Ja, ik ben Spekkie. En ik ben Lappie. Hoi. Nou, dat hebben jullie toch gevonden. Ik heb een brief voor jullie. Een brief? Ja. Voor ons? Ja. Oh. Van wie dan? Ja. Wie zou ons nou een brief sturen? Ik weet het niet. Ik moest hem zo snel mogelijk gaan jullie verzorgen. Oh. Wie zal ons nou een brief sturen dan? Ja, ik weet het niet. Mag ik hem openmaken? Ja, jouw naam staat erop, dus jij mag hem openmaken. Mag ik hem openmaken? Wie zou ons nou een brief sturen dan? Maar ik moet weer vandoor, ik moet gewoon mijn pakjes verzorgen. Oké. Ja? Nou, bedankt. Dag. 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 Ik maak hem wel open. Wie kan ons nou een brief sturen? Ik weet het niet. Wat was het? Zat erin? Beste Spekkie en Lappie. Dat ben ik. Ik schrijf deze brief omdat ik jullie hulp nodig heb. Het zit namelijk zo. Ik ben meneer Zoetebol en ik ben de baas van een hele grote snoepfabriek. In die fabriek maken we alle soorten snoep van heel de wereld. Maar er is iets heel ergs gebeurd. Gisteren is onze suikerpot gestolen. En dat is heel erg, want zonder die suikerpot kunnen we helemaal geen spekkies meer maken. Nou. Want in die pot zit een hele speciale speksuiker. We hebben overal heel goed gezocht, maar nergens is de suikerpot te vinden. Ik hoop dat jullie ons willen helpen, anders zullen alle kinderen nooit meer spekjes kunnen eten. Als jullie willen helpen, gaan we zo snel mogelijk naar de oude kalkoven. Want daar moet de suikerpot ergens in de buurt zijn. Kijk wel uit onderweg voor de spekkenvreter, want dat is een gemene boef die al heel lang heel graag de suikerpot wil hebben. Afzenden, meneer Zoetebol. Meneer Zoetebol? Wat erg! Nooit meer spekjes, nooit meer snoepjes. Dat kan toch niet? Nee, we moeten die meneer Zoetebol wel gaan helpen, Lappie. Ja. En nu? Nu. Maar die spekkenvreter, dat is vast een hele gemeenrik. Dat durf ik niet. Ja, maar als de suikerpot niet terugkomt, dan hebben we nooit meer spekjes. We moeten meneer Zoetebol wel helpen. Ja. We gaan naar de oude kalkoven. Weet jij waar die is? Nee. Volgens mij die kant op. Okay. Kom Lappie, we gaan. Wat erg. Wacht even, nee. Zeg jij? Nee. Uit de weg! We gaan op zoek naar de suikerpot. Woe. Uit de weg! Lappie! Hier die suikerpot zijn? Nou, volgens de brief van meneer Zoetebol moeten we hier zijn. Nou, ik zie hier helemaal geen suikerpot hoor. Misschien is die verstopt. Waar zou iemand een suikerpot verstoppen? Hé, Spekkie, denk jij dat die spekkenvreter, die gemeenerik, er iets mee te maken heeft? Nou, dat hoop ik niet. Want volgens mij is dat wel een hele grote gemeenerik. Ik hoop dat we de suikerpot gauw vinden. Dat hoop ik ook. Nou, weet je wat? We moeten maar gaan zoeken hier in de buurt. Oké. Dan ga jij die kant op. En dan ga ik die kant op. Goed. Ja? Spekkie, kom gauw! Wat is er? Ik heb iets gevonden, kom. Kom gauw. Spekkie, kijk dan. Dit is een spoor. Kijk,
krijg het rare gevoel dat het een hele lange speurtocht gaat worden, Lappie. Gaan we het volgen? We gaan het spoor volgen. Oh. Hier loopt de spoor. De spoor loopt de straat in. Oké. Ik ga de tandem halen. Wacht jij hier, dan gaan we het spoor volgen. Wacht hier. Lappie. Ben je daar nou eindelijk? Oh, wacht. Ja? Ja, we gaan het spoor volgen. Ja, we gaan het spoor volgen. Hij gaat naar binnen, in die school. Eng. We gaan naar binnen. Dat is een aanwijzing. Oh jee. We moeten op zoek naar de suikerpot en dat is een aanwijzing. Ja. Maar luister eens. Ja. Zullen we eerst nog een liedje zingen dan? Voor de kindertjes. Omdat we ze een beetje hebben laten schrikken. Ja, maar... Zullen we dat doen? Weten jullie eigenlijk wel wie we zijn? Ja. Dat wel. Lappie. Ik ben Spekkie.
en ik ben lam. Samen zijn we de spekkies. Ik ben spekkie. En ik ben lam. Samen zijn we hier. Kinderen, luister naar ons verhaal. Want hoe begon het allemaal? We werken in het spektheater, maar niks daarvan bestaat er meer. Ze gingen weg, ja. Het was voorbij. Er was niemand meer alleen nog bij. Zij en ik, twee gekkies. Maar we bleven bij elkaar en werden spekkies. Dus ik ben spekkie. En ik ben lappie. En samen zijn we de spekkies. Dus ik ben spekkie. En ik ben lappie. Goed zo. Samen zijn we hier. We reizen door het hele land. We reizen samen hand in hand. En we vinden het ontzettend fijn om als van je Blondie te zijn. We blijven altijd bij elkaar, al worden we 500 jaar. Ik blijf bij Spekkie. En ik blijf bij Lappie. En heus, dat is geen grappie. Dus ik ben Spekkie. En ik ben Lappie. En samen zijn we de Spekkies. Dus ik ben Spekkie. En ik ben Lappie. Samen zijn we hier. Nou, heel hard. Ik ben Spekkie. Ik ben Lappie. Samen zijn we de Spekkies. Ik ben Spekkie. Ik ben Lappie. Samen zijn we hier. Oh, samen zijn we hier. Oh, samen zijn we hier. Ik vind het knap hoor. Ze zingen gelijk in één keer mee. Spekkie, Lappie, samen zijn we de spekkies. Oh ja, de brief. We moeten dus weer weg, hè? Op zoek. Op zoek naar de suikerpot. Want... Juf Blondie, de gitaar leg ik op tafel neer, want we moeten echt naar de suikerpot zoeken. Ja. Nou, dag. Dag. Doei. Wat moeten we nou? Terug. Oh, snel. Wacht. Zit je? Nee, ik zit klaar. Ja.